Een hele goede middag. Welkom bij deze nieuwe video. We starten de video van het auto, zoals je kan zien. We zijn weer al onderweg. Ja, we zijn niet echt zo mensen die houden van eigenlijk thuis zitten. Af en toe vinden we dat wel eens een keertje leuk, maar eigenlijk vinden we het gewoon het leukste om erop uit te trekken, nieuwe plaatjes te gaan eigenlijk ontdekken. Maar nu vandaag gaan we niet naar eigenlijk een plaatje waar dat we voor de eerste keer gaan. Ik dacht, het leek alsof je in je neus had, was. Nee, we gaan dus nu naar een plekje waar we vorig jaar, ongeveer een jaar geleden, ook zijn geweest. En ons daar toen zo goed gewoon bevallen, dat we dachten, weet je, we gaan gewoon nog een keertje terug. En we gaan namelijk opnieuw naar Wemeldingen. Maar blijkbaar zou het Wemeldingen of zoiets moeten uitgesproken worden. Maar is het dan dialect? Geen enkel idee. Ik had gewoon online opgezocht hoe je Wemeldingen juist uitspreekt. Dus ik ben nu heel benieuwd of we het eigenlijk goed uitspreken, wat we het nu gewoon weer al opnieuw grandioos verkeerd zeggen. Want volgens mij bij de vorige keer dan ook wel wacht, heel hier erg staat goed. Er een bord. Hier staat een bord. Ja, het is Wemeldingen. Ik kan misschien ervan op afleiden, hè. Kijk dan eens. Wat? Leid ik niet veel van aan. Volgens mij is het toch gewoon Wemeldingen. Ja, ik weet het niet daar, ja. Het is, maar misschien spreken ze het hier Wemeldingen. Wemeldingen. Zou kunnen, hè. Ja. We hadden daar de vorige keer een heel erg tof hotelletje. Knal aan de haven en dat vonden we echt wel fantastisch. Dus we hebben eigenlijk gewoon terug ook opnieuw hetzelfde hoteltje geboekt. Hotel en Brasserie Smit, heel leuk. Het is ook nog een nieuw hotel trouwens. Het hotel bestaat al heel lang, maar de eigenaars hebben denk ik nu ondertussen drie, vier jaar geleden eigenlijk het hotel opnieuw leven ingeblazen. Heel wat renovaties gedaan en het is echt gewoon fantastisch mooi. Het is voorzien van alle luxe. En dat kunnen we nu toch ook wel eigenlijk zeggen, want we zijn er al een keertje eerder geweest. Hij zegt altijd, waar het goed is, keert men terug. Dat is ook voilà. Waar. Ja, en anders dus keren wij weer. Zouden we nu niet terug zijn. Hè? En ze hebben ook nog eens een hele lekkere brasserie beneden. Vonden we ook heel tof. Ook handig ook wel met Anne de Jules. Dat we daar gewoon nog eigenlijk kunnen eten. En voor de rest, ja, ze doen ook heel erg veel evenementen. Zoals ja, eigenlijk van alles zo een keertje een comedy night, een barbecue dingen. Eigenlijk, ja, ze organiseren eigenlijk heel wat. Dus heel wat toffe activiteiten ook. Maar ik denk nu niet echt op weekdagen, want we zijn hier nu op weekdagen. Maar zelfs ook al is er hier niets eigenlijk te doen van nog eigenlijk activiteiten of iets of wat, we gaan er wel heel erg hard hier van genieten. Ja, ik weet het nu al. We maken er sowieso het beste ja, van. Sowieso. Hier is het, we zijn aangekomen. Nu gaan we onze Jules nog wel moeten wakker maken. Oh! Hey, ben je wakker? Amai! Goedemorgen Jules. Dan heb je heel de rit geslapen. Heb je lekker een beetje geslapen? Ben je nog niet goed wakker? Oh my! Je moet wel binnen, kijk. Nummertje 7, zoals de vorige keer. Ja. Ga maar binnen. Ken je het nog? Ja. Ah, er komt weer achter het muurtje piepen. Ja, moeten wij hier zijn? Ja? Ja. Kijk eens. Ik herken het hier nog, c'est Jules. Hé, hey. Wat is het hier mooi, hè? Ja. Een grote. Hey. We hebben een heel groot bed. Een heel grote ruimte hier, hè? Hey. Hier zitten wij goed, hè? Ja. Koffiemachine hier erbij, van espresso. Een radio, dat is ook altijd leuk op de kamer. Televisie, ik weet nog van de vorige keer, dat is een smart TV. Ja, inderdaad. Ja, dan kan je dan gewoon wat streamen ook nog eens. Een prachtig mooi uitzicht. Ja. Kijk eens hier. Wauw. Heel leuk. Je wilt ook eens kijken hier, papa. Papa, je wilt ook eens kijken. Je moet me zo pakken, denk ik. Kijken naar daar, naar buiten. Ja. Ja. Oh, dan kan je ook kijken. Zie je het? Ah. Mooi, hè? Ja, hè? Mooi, hè? Ja, Otto. Ah, vogels. Wow. Vogels. Gaan we eens naar de badkamer kijken ook? Ja. Daar is de badkamer, niet, Jules? Hier is de badkamer, hè? Oh. Badkamer, hè? Ja, een hele mooie badkamer. Een hele mooie douche, kijk eens hier. Jules staat al in de douche. Een zwarte
toiletten. Heel mooi. Ja, om te douchen, hè. Dat kennen wij. Nu niet, hè. Nee, mooi. Nee. Ja, allez, kom. En je hebt hier ook nog een hele mooie ronde spiegel. En een lavabo. Hey, top, hè. Super. Zo goed. Lekker, hè. We zitten nu trouwens in de brasserie beneden, ons hotel. Dat is hier weer heel gezellig. We genieten er heel erg van. En dat is jullie ook, hè. Kijk. Biertje daarbij. Lekker alcoholvrij biertje voor papa. Ja, hè? Jij ook, hè, trouwens. Ja, ik ook, ja. Lekker maaltijd. En ik heb een vegetarische pasta. En ook een alcoholvrij biertje. Niet ervan. Wij gaan slapen. We hebben een hele leuke dag gehad. Heel erg lekker gegeten. Het is snel voorbij gegaan. En morgen gaan we hier verder hier de omgeving verkennen. En wij nemen morgen heel graag opnieuw mee. Tot morgen!